Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van mij werken, oftewel Ward. En vandaag zijn we weer in GTA en de Mansion Scout is uitgekomen. Het is vandaag vrijdag en hij is gisteren voor mij uitgekomen. Dus dat is donderdag. Dus letterlijk voor jullie bijna een week geleden. Maar voor mij gisteren, dus ja. Hier is hij, kijk, hij ziet er heel mooi uit. En ik heb hem al gekocht, hij staat hier al voor mij. Ik ben hier natuurlijk ook met Rune, wie de Bati heeft. Om te zien of dat deze motor beter is dan de Bati. En hij kan al wel echt gewoon heel goede wheelies doen. En hij kan gewoon sturen tijdens het wheelie, dat kunnen niet veel motoren. Nee. En hij is voor één persoon maximaal. En we gaan natuurlijk ook eens kijken hoe dat hij rijdt. Dus ja. En hoe dat hij pimpt natuurlijk ook. Gaan we met Rune doen. Maar Rune kan er niet achterop zitten. Allee. Oké, $100. Waarschijnlijk zo'n primary color, wheels. En ik heb denk ik deze keer wel er upgrades, een armor upgrade opzetten, maar ik ga er geen 50k aan betalen. Zo rijk ben ik niet. Allee, ik ben wel rijk, maar allee, 50k is een beetje te veel. Dat is een beetje overdreven. Maar ik heb er armor upgrade op gedaan, omdat dit wel echt gewoon een ding is dat echt gewoon moet surviven. Het is natuurlijk een survival mansion. Ja, oké. Support bars. Ziet er wel vet uit. Ga ik er sowieso op zetten. Dual support bars met de, voor uw handjes ook nog wat. Voor uw motor support dingen. Voor uw handjes nog wat support. En dat dingetje. Ik denk dat ik ga voor. Maar ik vind dit. Deze. Wacht. Ik denk dat ik ga voor Max. Ik vind Max zo mooi. Nee, niet gay, niet mannelijke Max, zeg maar. Maar ja, oké, ik vind het maximale wel mooi. Oké, dan gaan we exhaust. Als je gas geeft, dan is er geen rook meer. Dus dat is heel handig om te weten. Oh, die wordt volledig verplaatst. Oké. Dual, oké, dat ziet er wel vet uit. Hij is weg. Waar is hij naartoe? Oh. Dat is niet mooi. Oké, en dat aan twee kanten. Oké, ik ga shotgun doen. Dan de mudguard. Oké, ik vind dit wel vet. Oké, dit gaat erop. Hoorn, je kunt hem best goed pimpen. Dikke truck hoorn natuurlijk. Dit is een dikke truck. Ja, zo, dat is goed. Oeh, je kunt er een livery op doen. Oeh, oké, dit ziet er wel vet uit. Dikke liveries erop natuurlijk. Wajo, dit ziet er wel vette liveries uit. Ziet er wel vet uit. Oeh, dat moet je nog researchen. Oh. Research? Ja, research voor de bunker. Die, al die liveries, maar echt gewoon veel. Echt veel. Oh, van 11 tot 21 allemaal moet je researchen. Maar die, ja, ik weet niet hoe dat die eruit zien, dus dan zijn ze onbelangrijk voor mij. Ik denk dat ik ga gaan voor de Zancudo camo. Lost Theft, ja, oké. Respray gaan we later doen. Dat was ik in een paar video's geleden, was ik dat gewoon vergeten. Ik zei ik van, ja, ik ga dat later doen, ben ik het vergeten. Maar ja. Dit ziet er wel vet uit. Oké, je kunt het wel echt vet pimpen. Oeh, oké, ja, ik ga voor dit. Cel gaan we niet doen. Topbox. Oeh, oké, dat is wel vet. Oké, we moeten natuurlijk wel jerrycan meenemen. Ik ga een turbo erop zetten, dus dan is er geen transmission nodig. Wheels. Oeh, ik wil daar echt gewoon zo'n dikke. Gewoon dit van achter, die crouch van achter of zoiets. Nee, wacht, ik wil van achter. Oh ja, oké, rear wheel. Zo van achter, zoiets. Ik ga eens kijken wat er allemaal is, hè, voor van achter. Ik denk dat ik al ga gaan voor de crouch van achter. Ja, ik ga voor de crouch van achter en van voor ga ik voor iets. Meer iets cooler. Van voor ga ik. Wow, er zijn er niet veel mooie eigenlijk.
Ik wil eigenlijk wel gewoon. Oké, dit ziet er wel cool uit, de Double Five. Maar dit ziet er echt gewoon niet mooi uit allemaal. Oké, Double Five. We gaan voor de Double Five. Double Five. Zo, oké, dat vind ik er wel vet uitzien. Dan Wheel Color. Gaan we natuurlijk gewoon black doen, denk ik. Ja, black. Oké, de tires. Tire design. Kan ik er zelfs een tire design op doen? Niet echt, dus dan ga ik het er niet op doen. Ik ga natuurlijk wel bulletproof tires, want dit ding dit is gewoon heel vet. Ik ga er geen tire smoke op zetten, want dat kost gewoon te veel geld voor wat het is. En dan gaan we nu wel gewoon resprayen. Ik wil graag mat eens kijken wat dit allemaal is. Oké, dit is dus dat allemaal. Dit ziet er wel vet uit. Gewoon volledig zwart. Maar ik denk dat ik toch voor een groen ga gaan. Ik vind dit groen, dat oorspronkelijke groen, eigenlijk wel vet. Dus ik ga dat eigenlijk denk ik gewoon houden. Dan dat ga ik zwart doen gewoon, denk ik. Ik denk dat dat er wel clean uitziet. Dus dan is hij klaar. En dan gaan we hem nu testen tegen de Bati van Rune. Het is natuurlijk een heel ander ding dan de Bati van Rune. Want dit is een dik off-road ding. De dikke mensje scout natuurlijk. En Rune zijn Bati is... Goedemorgen. Je kunt gewoon echt gewoon heel traag gewoon wheelen. Kijk hoe een trage wheelie dit is. De hel. Ja, kijk, ik heb ook dit ontdekt, hè. Wacht, hè. Ik kan letterlijk remmen tijdens een wheelie. Dat kunnen echt gewoon geen enkele motor of zo, hè. Remmen tijdens een wheelie. Dit ding kan echt gewoon, in wheelies is het echt de beste. Maar laten we even naar de airport gaan voor te testen, voor gewoon even de snelheid testen. Ik vind hem al heel lekker rijden tot nu toe en ik vind hem er ook mooi uitzien. Ik ben zo niet echt van een race motor type. Ik hou niet van race motoren, die zien er gewoon zo te uit. En ik vind dit soort motoren echt veel vetter. Dit ziet er gewoon echt vet uit, vind ik. Alleen, ik had, als ik had meer keuzes gehad, had ik het leuker gevonden, want ik vind die guard, zeg maar, voor de handvatjes, die vind ik minder. Oh, hier is iets. Is dat drugs? Of is dat... Oh, dat is een mannetje dat hier ligt, denk ik. Hier ligt nog een mannetje. Oké, ik ga zijn key even meenemen, ook al heb ik er echt al drie. Ik heb er nu nog één. En die is al gebruikt, dus. Maar volgens mij is dat oneindig. Met dat sleuteltje kan je dus dit wapentje krijgen. Maar ik vind hem er heel vet uitzien. Alleen had ik zeg maar die handvaatjes, die dingen bij de hand eraf gehaald. Want ik vind dat gewoon niet mooi. Maar voor de rest vind ik het er wel echt vet uitzien. Ook gewoon de kleine details. Gewoon. Ja, ik vind een vette motor. Oké, dat was even heel nipt. En ik vind het echt gewoon heel chill dat je gewoon zoveel wheelie kunt doen. Want er zijn ook helemaal tournamenten van zo lang mogelijke wheelie. En met dit ding kun je dat dan eigenlijk amper upfucken. Als je dat met dit ding opfuckt, dan ben je gewoon slecht in deze game. Niks gebeurt, man. Nee, natuurlijk niet. Ik heb zo'n stingum doen. Het ging heel goed, maar ik kwam van te hoog en te stijl. Oh, kut. Ja, oké. Dat was echt gewoon slecht stuurwerk van mij. Ik kan ook een stingum doen, maar toen reed ik tegen een klein muurtje. Dus ja, toen ging het niet meer. Wat? Wat? Ik heb dat op camera. Wat, joh? Mijn haar, het haar van mijn karakter zag er net echt zo slecht uit. Oké. Oh, ik ben er. Ik heb Stingum compleet. Au, ik niet. Ik ben op mijn bek gegaan. Oh, ik heb zo weinig HP. Oh, tegen een boom. Oké,
We're gonna race this shit. Ik denk dat de Bati echt sneller is, want de Bati, ja, die staat gewoon algemeen bekend als een van de snelste motoren met een van de laagste prijzen. Ja, het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Hij ziet er. Ik vind dit ding er wel vetter uitzien. Maar dat is een mening. Dus ja. Ja. Oké, eerst gaan we eens zonder wheelie doen. Gewoon echt volledig zonder. En dan... Ook gewoon niet vooruit hangen. Gewoon niks. Gewoon helemaal niks. Ja, nee. Gewoon echt gewoon uw linker pokie gewoon niet aanraken. En dan gaan we met... ja, dan mag je doen wat je wilt. Oké, een granaatje is gegooid. Oh, kut. Sorry, hey. Dat was een vast start. Twee man. Ja, waarom niet? Ja, nee, dat was als je te snel, zeg maar, als je zo doet en dan ga je te snel van, zeg maar, voor handbrake, voor gas te geven, dan houdt hij er eentje vast. Dus ja, dan, ja. Oké, nu ga ik er nog eentje gooien. Ik ga goed wachten en nu, oké, het is een beetje kort bij. Oké, geen... helemaal niks. Release of zoiets, oké. In het begin ben ik wel sneller, maar natuurlijk trek jij wel sneller op. Ja, het is wel logisch. En nu topspeed is denk ik ook wel hoger. Maar voor de rest, ik vind dat ik nog best goed bijhouden voor een off-road motor. Eigenlijk moeten we ook zelfs eens testen voor off-road. Met dit ding, gewoon off-road snelheid. Ik ken wel een weggetje daarvoor. Oké. Dat kunnen we zelfs wel eens doen. Dan gaan we nu terug staan hier voor met wheelie. Je gaat zien dat ik zo te hard ga wheelie en dan valt ik eraf. Ja, en met dit ding kun je niet hard wheelie, dat is ook wel chill. Oké. Goed wachten. Oké, zo. Oh shit. Oh. Ik heb nu mijn pokie veel te hard naar... echt gewoon helemaal naar achter, zeg maar. En ik kan ook sturen tijdens de wheelie, dat is echt chill. Maar ja, Ruinen is wel sneller, natuurlijk. Maar ik hou, denk ik, nog wel echt goed bij. Voor een off-road motor. Dus, dan gaan we nu even off-road gaan. En ik ga daar een plek voor aanduiden. Dat is hier ergens, wachten. Naast de prison daar. Ja, het is daar. Wacht. We gaan gewoon even hier ergens naartoe. We zien wel waar dat we precies uitkomen. Maar ik ga dan nu een kutje doen. Een kutje. Even knippen. Tenzij dat jullie 8.8 kilometer even moeten doen. 8. Nog wat kilometer. En ja, dan zie ik jullie als jullie daar zijn. Als wij daar hoog te komen. Oké, we zijn er weer. En nu gaan we het zandweggetje hier doen. Als je aan het einde van dit zandweggetje komt, is er een harde weg. En bij die harde weg, dat is de finish, zeg maar. Dus nu mag jij eens een keertje een granaatje gooien, Rune. Oké, zeg, dus doen we wheelies? En je mag kiezen, wheelies, geen wheelies. Je mag helemaal kiezen. Okay. Excuses voor het lawaai dat achter ons voelt. Ja. Kijk. Oh shit man, ik vind dat niet cool. Nee. Maar sneller. Nee, van de zijkant. Kut! Ja! Kut! Ja, kut, verloren. Nog eens! Nee, nog eens. Ik denk, ik was voorop. Dus ik denk dat ik het wel kan winnen. Tegen cactus. Cactus. Er zit cactus. Ho. Wat is die fucking crazy intro. Ho. Ho. Dat ik kwam direct wanneer ik daarmee klaar was, maar godverdomme, als cringe is dat ik ooit heb gedaan. Oké, ik heb nog altijd een granaatje. Ik heb er nog 20, dus kunnen nog 19 keer vallen. In plaats van yo, ho. Oh, dan moet ik volgend jaar echt opnieuw doen. Yeah. Oh shit, fucking slecht step. Hey, niet duwen! Sorry hoor, ik heb deze wheelies helemaal niet onder controle.
Ja, maar jij hebt geduwd, vind ik. Kom jong, de offroad gaat gewoon verder. Kijk, ik ben aan het inhalen. Ja, maar what the fuck? Ik vind het niet meer leuk. Minecraft, let's go. Therapie. Ja, wij doen altijd als ze boos worden van GTA, gaan we altijd gewoon even Minecraft voor een dagje. Want ja, van GTA word je toch soms ook gewoon echt helemaal pleurisgek, echt waar. Soms kan het echt heel erg zijn. Zoals het einde van de video van voor jullie vorige week, voor mij eergisteren. Ja, dat was ook gewoon echt, dat was echt gewoon heel, ik werd daar ook echt bezenheidig van. Die. Maar ja, gooi maar weer een granaat. Ik sta heel. Ah shit. Oké, ik ga de trein beaten sowieso. Let's beat the train, bro. Oh, good. Ik sta een klein beetje voor, maar ja. Maakt niet uit. Maakt heel veel uit. Ja, heel Cactus. Veel. Nee. Ja, maar doe anders nog wat beuken, man. Eerst bij het hutje. Nikkelada! Maar what the fuck? Dat was echt gewoon niet een plaats waar dat je van je motor valt. Dit is echt fucking hilarisch, hè. Hey, doe het niet, hè. Ik heb ook die gun. Wacht even. Ja, dat is eigenlijk gewoon om raaf te schaffen. Oh, Jos, dat duurt langer dan deze raden. Easy. One shot ook gewoon, hoe dan? Ja, of een headshot. Ja. Leek echt in de schouder of zo. Oké, maar het is een best leuk ding. Ik ga hem denk ik zelfs houden. Wow, joh. En ja, eigenlijk wil ik dit stuntje nog wel even doen. Gewoon even doen. Dan gaan we gewoon zo even wachten. Als ik zo wacht, hè. Waar de fuck is dat jumpy? Oké, daar. En dan doe ik zo. En dan doe ik ondertussen zo. Is aan het recorden. En dan kan ik zo mooi thumbnail. Yay! En dan is dat waarschijnlijk de thumbnail. Dat ik daar gewoon spring. Wauw. Wauw. Wauw, ik val. En ik doe een spin en ik lig onder mijn motor en ik steen. Auw. Ik wil op de trein. Ja, kom, we gaan de trein doen om die Nee, ik wil niet meer op de trein. De trein is niks. Ik wel. Oké, bedankt voor het kijken naar deze video. Wij gaan even op de trein komen, maar ja, dat willen jullie waarschijnlijk niet zien, want fuck de trein. Fuck deze video. Allee, oh. Joh. Ja, daar is een plaats. Nee. Ja, oké. Bedankt voor het kijken naar deze video. En tot volgende week. Hi, voor mij is het gewoon op, binnen joh. Twee weken. Ja, maar jij hebt mij gebeukt. Ik vind dat niet eerlijk. Allee, bedankt voor het kijken. Ah.